Het is 1 uur. Dit is het journaal met Martien Tange. Goedemiddag. In Turkije versterkt president Erdogan zijn greep op het land na de mislukte militaire staatsgreep van eergisteren. Hij gaat voort met zuiveringen, niet alleen in het leger, maar ook bij het gerecht. Enkele duizenden rechters en openbare aanklagers werden al ontslagen. Vele van hen zouden inmiddels ook gearresteerd zijn. In Istanbul was de hele nacht een massa volk op de been om het mislukken van de staatsgreep te vieren. Het is midden in de nacht en nog altijd staan honderden mensen op het Taksimplein in het centrum van Istanbul. Het zijn aanhangers van president Erdogan, zoveel is duidelijk. Die riep na de mislukte coup zijn volgelingen op om pleinen in de steden te bezetten. They have tried to take our government. I am not saying everybody should support this party, but at least he is our president and we can fight for our government and fight for our leader. In any case, without any question. The war is not done, that there are backup teams ready to move in to these squares by the enemy themselves. So we are not letting go. We are going to be here for the next week or even for the next month if so. Maar er is hier niet alleen enthousiasme voor Erdogan en zijn regering. In de Koerdische wijk Gazi zijn ze geschokt. Gisteren werd de wijk aangevallen door grote groepen aanhangers van de president. De Koerden tonen elkaar de beelden van gisteren. En de schade is nog zichtbaar. Dünkü olan olay bu. Dünkü olan şeyler bunlar hep. Ve bibergazın sonucu da camlar hep çatlamış yani. De politie kwam tussen beiden met traangas, maar stond eigenlijk aan de kant van de aanvallers, zeggen ze hier. De Koerden zijn bang dat Erdogan de situatie zal gebruiken om hun etnische minderheid nog meer in de verdrukking te brengen. Yani Türkiye'nin durumu şu anda hiç iyiye gitmiyor. Ve buradaki insanlar da her an tehdit altındalar. Hier bij de Bosphorusbrug ruimen ze intussen de laatste sporen weg van de staatsgreep. Tanks en panzerwagens die werden gebruikt door de coupplegers worden weggesleept. De militairen zijn niet erg spraakzaam. Biz konuşma yapamıyoruz onunla. Yani bilmiyoruz. Biz sadece bize bir emir geldi. Gelen emir doğrultusunda olması gereken yerleri geri çekiyoruz. Nog geen 48 uur na het begin van de staatsgreep lijkt het leven hier in Istanbul weer in zijn gewone plooi te vallen. Stefan Blommaert, op het Taksimplein in Istanbul. Zijn met het opruimen van de tanks alle sporen van de mislukte staatsgreep nu gewist? Ja, het is toch wel heel rustig hier in Istanbul. Het is natuurlijk zondag, maar de mensen hier zeggen mij toch dat het veel rustiger is dan op een normale zondag. Dat heeft met die aanslagen te maken, maar natuurlijk ook met de staatsgreep van eergisteren. En ja, er is ook veel politie op straat, maar heel weinig militairen, bijna geen militairen. Veel vlaggen wel. Nog veel meer dan normaal, want normaal, het is al een heel patriotisch land, hangen er veel vlaggen. Nu nog veel meer sinds eergisteren. Dus ja, veel is er niet meer te zien van de staatsgreep, maar de politieke gevolgen die zullen natuurlijk wel heel groot zijn. Zou je kunnen zeggen dat de poging van het leger om hem aan de dijk te zetten Erdogan goed uitkomt? Ja, absoluut. En critici die zeggen zelfs dat misschien Erdogan deze staatsgreep zelf op het getouw gezet heeft. Dat gaat misschien wel te ver. Maar zelfs als dat niet het geval is, het komt hem heel goed uit. Hij was wel bezig met zuiveringen binnen het gerecht. Er waren de afgelopen maanden al honderden duizenden rechters en openbare aanklagers aan de dijk gezet. Dat proces gaat nu voort. Zijn mensen gearresteerd, ook binnen het leger. Dus zijn politieke greep op het land, die wordt alsmaar groter. Er duiken nu allerlei theorieën op over wie er precies achter de coup zit. En een naam die je dan voortdurend hoort is die van de geestelijke leider Gulen, die in de Verenigde Staten zit. Ja, die naam van Gulen heb ik vannacht ook constant gehoord hier op het Taksimplein bij de aanhangers van Erdogan. Zij zeggen hij zit achter die staatsgreep. Gulen is een islamitische geestelijke die al jaren oppositie voert vanuit de Verenigde Staten tegen Erdogan. Hij zelf ontkent dat hij wat dan ook met de staatsgreep te maken heeft, maar dat pikken ze hier niet. President Erdogan is gisteravond zelfs zwaar tegen hem uitgevaren. Ja, als we Erdogan zo horen, dan lijkt het erop dat de jacht op Gulen en op zijn aanhangers, ja, dat die open is.
Ja, absoluut. De Turken vragen eigenlijk niet meer of niet minder dan de uitlevering van Gülen door de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn een beetje terughoudend, willen eerst onderzoeken of hij effectief wel met die staatsgreep te maken heeft. Maar dat kan de betrekkingen tussen de twee NAVO-bondgenoten, Turkije en de Verenigde Staten, de komende tijd natuurlijk wel onder druk zetten. Dankjewel, Stefan Blommaert in Istanbul. We gaan er hier in de studio nog even op door. Fethullah Gülen ontkent dat hij iets met de staatsgreep te maken heeft. En hij sluit niet uit dat het Erdogan zelf is die de coup georchestreerd heeft om zo harder te kunnen optreden tegen al zijn vijanden. Gülen is dus een islamitische geestelijke leider die al bijna 20 jaar in de Verenigde Staten woont. Hij leidt een beweging met de naam Hizmet, wat dienst betekent, maar die intussen beter bekend is als de Gülen-beweging. En ook bij ons in België is die goed vertegenwoordigd. Een groepje Turkse Amerikanen protesteert buiten aan de woning van Fethullah Gülen in Pennsylvanië, want ook zij zien hem als een aanstoker van de coup. Gülen woont al bijna 20 jaar in de VS. Zijn huis is ook een centrum van zijn Hizmet-beweging. Voor een groepje journalisten ontkende de moslimpredikant dat hij iets met de staatsgreep te maken had. Meer zelfs, hij keurde de coup af en hij suggereerde dat het misschien wel opgezet spel was. Op biraz evvel bahis mevzu olan şey. Hani halihazırdaki bu durum da onlar tarafından hazırlanmış bir senaryo mu? Hakikaten bir jaluzi aralığından böyle bakma gibi bir şey yani. Bakabilirsiniz. Bir kapı aralığı demiyorum da yani ihtimal mülahaza dairesi açık. Ooit was Gülen een medestander van Erdogans islamistische AK-partij, maar een paar jaar geleden kwam het tot een breuk. En intussen heeft Erdogan de Gülenisten vogelvrij verklaard. In maart werd hun krant Zaman door de autoriteiten onder curatele geplaatst. Dat leidde tot relletjes tussen politie en Gülen-sympathisanten. Ook bij ons is de beweging goed ingeplant. De Lucerna-colleges behoren tot de Gülen-zuil. Ze mikken op kwalitatief sterk onderwijs voor Turkse en allochtone kinderen. De Federatie van Verenigingen Fedaxio doet aan jeugdwerk en sociale activiteiten. Ze presenteerde in februari nog een eigen deradicaliseringsplan aan de Antwerpse burgemeester De Wever. Good evening. İyi akşamlar. En al twee keer liet de beweging Vorst Nationaal vollopen voor een muziekfestival met jongeren uit de hele wereld. Ook daar zijn geregeld politici bij aanwezig. Nu Turkije beweert dat de beweging achter een staatsgreep zit, kan dat misschien veranderen. Maar ik heb geen indicatie van moment. Maar wij zullen de verschillende procedures volgen met een precieze indicatie, met een bewijs daarvan in de volgende dagen of weken of maanden. Maar we zullen een zeer sterke reactie hebben. Maar tot nu toe probeer ik op een correcte contact te hebben met alle Turks of Belgen van Turkse origine. Bij de Turkse gemeenschap in ons land is het voor de tweede nacht op rij onrustig geweest in Beringen in Limburg. Zo'n 500 jongeren van Turkse afkomst kwamen er opnieuw bij elkaar. Met luid getoeter en met vlaggen trokken ze weer naar een plaatselijk ontmoetingscentrum dat banden zou hebben met de Gülen-beweging. De politie was aanwezig met gevechtseenheden en een waterkanon, maar incidenten bleven uit. Op dag 2 van de nationale rouw in Frankrijk doet de regering een oproep tot eenheid van alle Fransen in deze bijzonder moeilijke tijden. Maar Marine Le Pen van het Front National blijft erop hameren dat minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken ontslag moet nemen. De officiële dodentol van de aanslag in Nice is nog altijd 84. Maar zo net zijn er nieuwe cijfers gegeven over de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen. De Franse minister van Gezondheid heeft nieuwe cijfers over de slachtoffers die nog in de ziekenhuizen van Nice liggen. Dat zijn er 85. Sur ces 85 personnes qui sont hospitalisées, 29 d'entre elles sont en réanimation, dont un enfant. Nous évaluons, les médecins évaluent à environ 18 le nombre de personnes pour lesquelles le pronostic vital reste engagé. Op de promenade des Anglais liggen nu ook bloemen op de bebloede plekken waar mensen donderdagavond zwaar gewond raakten of stierven. Voor veel inwoners van Nice is het nog te vroeg om het verdriet een plaats te geven. Pourquoi on nous a fait ça? Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Tous ces enfants innocents, c'est ça.
tous ses enfants. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Cazeneuve deed gisteravond nog een oproep aan vrijwilligers om voor de rest van de zomer een ploeg van 12.000 extra reservisten te vormen, terwijl andere reservisten met vakantie zijn. Marine Le Pen van het Front National vindt dat Cazeneuve ontslag moet nemen. Ze zegt dat hij de Franse burgers niet beschermt, terwijl dat volgens haar wel kan. La France est un grand pays qui a les moyens de se défendre, mais parce que ses dirigeants sont petits, ils ne le savent pas. Of absolute bescherming mogelijk is, dat is nog maar de vraag. Maar hierdoor angst laten verlammen is ook geen leven. Je crois qu'on peut pas vivre reclusé, te dire non, je sors plus, je vais plus nulle part, c'est fini, j'irai plus à aucune fête, je ferai plus rien de la vie. On peut pas vivre comme ça, on peut pas vivre comme un rat. On peut pas. Je crois qu'il faut oser, mais c'est très dur. C'est très très dur. Steven de Kranen in Nice, wat heeft het onderzoek nog opgeleverd over de dader? Wel, Martin, vandaag is bekend geraakt dat de dader het parcours vooraf verkend heeft. Dus op 12 en 13 juli heeft hij met zijn vrachtwagen in feite aan terreinverkenning gedaan. Heeft hij het parcours afgelegd. We hebben dat gezien op camerabeelden. Wat dus kan wijzen op ja, voorbedachte raden. Die man heeft dus in feite zijn traject al gepland. Dat is vandaag bekend geraakt. Er is ook bekend geraakt dat er tijdens een huiszoeking op zijn appartement niet onmiddellijk propagandamateriaal is gevonden van terreurgroep IS. En vanmorgen zijn ook opnieuw twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw zijn nu ook opgepakt voor verder verhoor. Terwijl de ex-vrouw van de dader, die is opnieuw vrijgelaten. Maar ik kan zeggen, het onderzoek is nog volop aan de gang. En de vraag blijft natuurlijk, heeft die man alleen gehandeld of gehandeld met een kleine groep? Of heeft hij zich toch logistiek laten ondersteunen door een grotere groep, meer mensen? En is hij daadwerkelijk geïnspireerd geweest door terreurgroep IS? Ja, nog tot en met morgen is er een periode van nationale rouw in Frankrijk. Hoe uitzicht dat in Nice? Wel op een aparte manier, want aan de ene kant willen heel veel inwoners van Nice het leven terug oppikken. Ze zeggen, we willen tonen dat wij ons niet laten doen door het terrorisme. Wij willen tonen dat wij nog altijd rechtop staan. Dus wij willen naar dat strand gaan, wij willen de winkels openhouden. Maar aan de andere kant, het verdriet is enorm. Ze hebben de Promenade des Anglais voor een gedeelte opengesteld, dus de auto's kunnen terug rijden. Maar op de plaatsen waar de mensen omver zijn gereden, dat is nog altijd afgesloten. We zijn gisteravond zelf daar langs gepasseerd en op alle plaatsen waar de slachtoffers gevallen zijn, zijn er bloemen gelegd, zijn er ook kaartjes gelegd, liggen er knuffelberen, kaarsjes. En het was echt indrukwekkend om dat te zien. Die afstand van 2 kilometer is ongelooflijk. Als je die afstapt, wij konden het haast niet geloven dat die vrachtwagen zo ver is geraakt en zoveel slachtoffers kon maken. Je ziet ook die slingerbeweging die gemaakt is. Hij rijdt voor een stukje op de dijk, dan zie je plotseling bloemen aan de andere kant van de promenade liggen. Dus een ongelooflijk slagveld moet dat geweest zijn. En wat je hier nu ziet, ja, vandaag, tweede dag van nationale rouw, is heel veel mensen komen nu nog bloemen leggen vandaag. En dan ja, morgen, op de derde en de laatste dag van nationale rouw, zou er een minuut stilte zijn op de middag hier in Nice. En ook ja, de bloemisten van Nice en van de volledige regio willen morgen om 10 uur samenkomen om zoveel mogelijk bloemen op het traject, op het dode traject, te leggen. En zij roepen dus alle mensen van Nice en omstreek op om 10 uur naar Nice te komen om het traject van die 2 kilometer, die dodelijke 2 kilometer, te bezaaien met bloemen. Dankjewel, Steven de Kranen in Nice. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn mensen op straat gekomen tegen politiegeweld op zwarte. In Melbourne in Australië waren er 3000 demonstranten. Ze scandeerden Black Lives Matter, de naam van de beweging die 3 jaar geleden ontstond na de moord op een zwarte jongen in Amerika. Ook in Baltimore in de Verenigde Staten was er zo'n demonstratie. Daar staat momenteel een agent terecht in een zaak van geweld. Tientallen mensen werden erop gepakt wegens hinderen van het verkeer. In het vliegtuig van Egypt Air, dat op 19 mei neerstortte in de Middellandse Zee, was brand uitgebroken. Dat blijkt uit de analyse van de cockpitgesprekken. Het toestel was onderweg van Parijs naar Cairo. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven. 3 Vlaamse ministers gingen vanochtend samen op kamp om hun bivakplan toe te lichten. Het masterplan Bivakplaatsen moet de jeugdbewegingen helpen bij de organisatie van hun zomerkamp. Dat wordt jaar na jaar lastiger. Want er zijn niet genoeg kampplaatsen, er komen al maar meer geboden en verboden en het kost handenvol geld. Het masterplan probeert de jeugdbewegingen nu tegemoet te treden. Bieke, bieke, bieke!
elke dag twee ridders of een ridder van de dag. En dan staat er hier, ja, er staat hier een andere naam op. En als je dat verkeerd zegt, moeten die jou afwas doen. De tijd van hun leven hebben de kinderen van de KSA Berchem op het zomerkamp in Bonheide. Dat maakt veel goed voor de leiding die nachten slaap heeft gelaten bij de organisatie. Op deze terrein is het lastig dat we bijvoorbeeld geen kampvuur mogen doen. Dat is niet zo heel leuk voor de kindjes. En het is ook voor ieder jaar een terrein vinden dat een goede prijs heeft. Dat de kampbegroting rondkomt, dat je met geld toekomt. De bevoegde Vlaamse ministers willen de jeugdbewegingen helpen met een masterplan bivakplaatsen. Dat spreekt over meer kampplaatsen en toegang tot de bossen. Dus we stellen zoveel mogelijk natuur en bossen open om te kunnen spelen en ravotten. En wat de kampvuren betreft hebben we de afstandsregels al verkort. En zullen we ook kijken of we nog bijkomende mogelijkheden voor kampvuren kunnen creëren. En het vervoer naar het kamp wordt goedkoper. Wat vandaag het belangrijkste probleem is in functie van de lijn, is dat de lijn per provincie een ander beleid hanteert en verschillende tarieven. We gaan dat uniformiseren, namelijk vaste afspraken en vaste tarieven. Zodoende dat je bijvoorbeeld kunt gebruikmaken van een heel scherp tarief van €1,20 per kind per uur. Maar de jeugdbewegingen zijn maar matig overtuigd. We merken in het masterplan dat er heel mooie intenties geuit worden, maar dat een aantal zaken heel vaag omschreven worden, dat een aantal zaken nog voor later uit te werken zijn. We vinden het belangrijk dat een aantal zaken nu vastgelegd zijn in dat masterplan. Om op die manier de garantie te hebben dat er ook daadwerkelijk verbetering is voor het jeugdwerk. Nu kan er ook elke 6 maanden, elk jaar gezien worden. Halen we dit plan? Hè? Worden de gemeenten onthaalvriendelijker? Blijft de tentenstok op peil? Kunnen kinderen gemakkelijker met de lijn op een kampplaats geraken? Komen er meer speelzones? De Vlaamse regering zal ook de lokale besturen aansporen om hun regelgeving in zaken kampen bij te schaven. Het huis Guillet in Antwerpen van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier is erkend als werelderfgoed. Dat heeft het UNESCO-comité dat daarover gaat beslist. Het huis werd in 1926 gebouwd voor de Franse schilder René Guillet. Het heeft de typisch modernistische stijl van Le Corbusier. En het is ook het enige bouwwerk van hem in ons land. Het huis is eigendom van modeontwerpster Anne de Meulemeester. N-VA-senator Paul van den Driessen wil duidelijke afspraken rond de geschenken die de koning krijgt bij officiële bezoeken. In een brief aan de kabinetchef van de koning vraagt hij dat die geschenken zouden worden tentoongesteld, zodat ook de bevolking ervan kan genieten. In heel wat andere landen gebeurt dat al. Dit is het Musée du Setena in de Bourgogne. Hier staan alle geschenken tentoongesteld die François Mitterrand kreeg als president van de Republiek. Ook in andere landen, ook met koningshuizen zoals Nederland en Groot-Brittannië, worden die staatsgeschenken opgelijst en soms tentoongesteld. Maar wat er gebeurt met de officiële geschenken die onze koning en koningin krijgen, is blijkbaar minder duidelijk. Er is absoluut geen duidelijkheid over. Ik heb mij daarover geïnformeerd en gezocht. Wat gebeurt daarmee? En het enige wat ik daarvan hoor, is dat dat in ontvangst wordt genomen en dan ergens verdwijnt. Misschien wel in een zolder of in een kelder, maar mogelijk ook naar de privé-eigendommen van de koninklijke familie. En dat vind ik niet de juiste bestemming. Omdat ik vind dat het een staatseigendom is. Het is geschonken van een staatshoofd aan een ander staatshoofd. En dus komt het de staat, de gemeenschap en niet de privépersoon toe. Van den Driessen vraagt het paleis daar nu een inventaris van te maken en om die stukken ook tentoon te stellen. Elk jaar is er vanaf de 21ste juli open deurdag, een maand, anderhalve maand. Kunnen elke Belg of iedere bezoeker kan dat gaan bekijken. Wel, stel dat daar elk jaar tentoon. Met een plaatje, een beetje uitleg erbij. En eigenlijk ga je op die manier ook een reis door kunst en cultuur van de hele wereld meemaken. Dat vind ik een mooie gedachte. Het paleis zelf reageert voorlopig niet. De organisatoren van kunstenfestival Watu trekken naar de Raad van State. Ze hebben beslist om het verlies van hun erkenning door de Vlaamse overheid aan te vechten. In Watu, diep in West-Vlaanderen, loopt nog tot 4 september de jaarlijkse route vol poëzie en beeldende kunst. De 36e editie is het al. Maar het is niet duidelijk of er volgend jaar een nieuwe editie komt, want VZW Kunst, de organisatie achter het festival, krijgt geen erkenning meer van de Vlaamse overheid. En moet het dus vanaf januari zonder subsidies doen. Voor Watu ging het om €225.000. De organisator vecht het verlies van de erkenning en de bijhorende subsidies nu aan. We hebben dat ook juridisch laten nakijken en ze geven ons een stevige kans om een goed dossier te maken.
We zijn beoordeeld door de verkeerde commissie. Daarna zijn we door een andere commissie beoordeeld, maar slechts in tweede ronde. Wat eigenlijk een eerste ronde moest zijn, dat is juridisch fout. Dat is qua procedure fout. Dus dat gaan we aanvechten. Daarnaast gaan we ook kijken of dat we, als we het bij de Raad van State niet halen, wat we gaan doen. We gaan proberen met onze partners andere oplossingen te vinden om financieel er toch uit te geraken. Het zal niet makkelijk zijn, maar we doen ons best. Dag Katrien, het kan weer een mooie rit worden in de Tour, want er moet stevig geklommen worden. Het gaat voortdurend op en af, Martin. In de 15e etappe trekken de renners door de Ain. Ze zijn vertrokken in Bourg-en-Bresse voor een tocht over 160 kilometer naar Culoz. De rit is kort, maar zwaar. Er staan 6 cols op het programma. De Grand Colombier wordt 1 keer volledig en 1 keer deels beklommen. De streep ligt 14 kilometer na de top van de laatste klim. De start is een 20 minuten geleden gegeven. De Brit Chris Froome zit stevig in de gele trui. Peter Sagan in de groene. En Thomas de Gent draagt de bolletjes. Onze landgenoot wil ook in Parijs in die bolletjestrui staan. Met veel punten te verdienen voor het bergklassement wordt het voor Thomas de Gent een belangrijke dag. Ik hoop op goede benen en een goed gevoel. En dan is het gewoon vanaf kilometer nul vol gaan. En probeer zoveel mogelijk punten te pakken. Nu heeft gelukt, het is direct bergop en dat is wel iets dat hij heel goed kan. Had het vlak geweest, dan is het al iets moeilijker om, voor hem om zich te handhaven vooraan. Maar nu zijn er direct twee, zij het zonder punten, maar twee klimmetjes na elkaar. En dan komt die eerste al direct eraan van de eerste categorie. Dus er komt eigenlijk heel weinig strategie bij kijken. Dat is gewoon de vlag naar beneden en dan zal waarschijnlijk al vanaf kilometer nul een groep van 20, 25 wegrijden. Of toch in verschillende schuiven. Dus ja, de zaak is van mee te zitten en hopen dat er niet te veel goeie bij zitten die al punten hebben. Maar dat wordt moeilijk, maar we gaan er gewoon voor. Kijk je nu op dit moment vooral achter jou of kijk je toch ook een beetje naar boven? Allebei. Weet je, ik denk, zoals ik er nu goed voor sta en de benen die ik heb, daar wil ik gewoon vasthouden. En als er kansen komen om Froome aan te vallen, dan zou ik die niet laten liggen. In de ronde van Polen heeft Tim Wellens indruk gemaakt met een solozege in helse weersomstandigheden. In de doorregende 5e etappe met liefst 7 beklimmingen onderweg trekt Wellens in de aanval. Op 40 kilometer van de streep laat hij zijn medevluchters achter en pakt na ritoverwinningen in de Ronde van Italië en in Parijs-Nice zijn 3e zege van het seizoen. Hij finisht bijna 4 minuten voor nummer 2 Formolo. Tiche Benoot wordt 3e. Wellens neemt ook de leiding in het algemene klassement. De Ronde van Polen eindigt morgen. Op de nacht van de atletiek heeft Jonathan Borlée de 400 meter gewonnen. Anza Gree was de beste op de 100 meter horde. Ook 1500 meter loper Pieter-Jan Hannes en tienkamper Thomas van der Plaatsen lieten in Heusden-Zolder hun goede vorm zien. De nacht van de atletiek was voor de Belgische atleten de laatste test voor de afreis naar Rio. Thomas van der Plaatsen, gouden tienkamper op het EK in Amsterdam, kiest in Heusden-Zolder voor het verspringen. Bij zijn eerste poging landt hij na 7,33 meter. Bij de volgende 5 pogingen komt hij telkens net niet goed uit op de balk. Het zijn 5 nulsprongen. Ik merkte in het begin dat ik echt moest inkomen. Ik moest even door de vermoeidheid beuken nog. Maar eenmaal het publiek er echt achter kwam en meer adrenaline in mijn lichaam kwam, werd dat wel beter. Maar het is frustrerend om het allemaal net niet te hebben vandaag. Ik had het toch liever wel anders gezien. Van der Plaatsen is in elk geval goed hersteld van de tienkamp in Amsterdam. Anza Gree, 4e van rechts, loopt sterk op de 100 meter horde. Na een fraaie start loopt ze weg van haar Amerikaanse concurrenten en finisht onder de 13 seconden in 12.96. Meerkampster Navi Tiam, links in beeld, evenaart haar persoonlijk record. Jonathan Borlée domineert van start tot aankomst de 400 meter en loopt met 45-34 zijn beste tijd van het seizoen. Jongere broer Dylan is 3e. Op het topnummer, de 1500 meter, zien we de sterke comeback van Pieter-Jan Hannes na een blessure. Suleiman uit Djibouti wint de wedstrijd in een heel knappe 3 minuten, 31 seconden en 68 honderdste. Hannes wordt 6e in 3.35.38. Een mooie chrono. Ik ga er staan in Rio.
En ik ben blij dat BOIC dat vertrouwen gegeven heeft. Ik ben heel geblesseerd geweest. Maar ik ben uitgerust. En dat telt ook voor iets dat je het mij vraagt. En ik hoop dat ik het kunnen laten zien. In Rio is 3 weken voor de start van de Olympische Spelen een grote antiterreuroefening gehouden. In een treinstation dichtbij een van de belangrijkste Olympische sites. Na de recente gebeurtenissen in Europa willen de organisatoren op alles voorbereid zijn. In een treinstation in Rio vond gisteren een simulatie plaats van een terreuraanval. Na de recente gebeurtenissen in Europa is de alertheid groot. Esse é um exercício que está sendo praticado em razão de um planejamento anterior que coincide com o evento de Nice que nos coloca aqui numa situação de mais atenção para que a gente possa estar cada vez mais alertas para atender a esse tipo de ocorrência. Brasília is tot nog toe gespaard gebleven van terreuraanvallen. Om de veiligheid van het 500.000 toeristen te waarborgen, zet het 85.000 politieeenheden in. Rio werkt ook nauw samen met het Westen. Visitamos ao longo do último ano todos os países que promoveram grandes eventos, promovemos trocas de experiência e temos aqui no Brasil implementado o que existe de mais atual no enfrentamento ao terrorismo da França, dos Estados Unidos, de Londres, da Inglaterra. Então, hoje, a experiência do mundo está sendo refletida aqui. Ze willen uiteraard niks overlaten aan toeval, Martin. Dankjewel, Katrien. Dat was Reggie op een van de 4 podia van Hypodream in Waregem. Een dancefestival op de bekende renbaan van Waregem Koersen. Dance is nog altijd erg in trek. Net als het veel grotere Tomorrowland volgende week was Hypodream helemaal uitverkocht. De rist van dancestijlen in de hippodroom viel zeer in de smaak. Droomscenario. 4 jaar op rij uitverkocht. Het weer valt alweer mee, we hebben een beetje geluk. Maar goed, we waren uitverkocht op voorhand. 6.000 mensen vandaag. Hans Waregem is hier, de max. Ongelooflijk. Heel dansbaar, zowel voor mannen en vrouwen. Iets zwaarder waarschijnlijk, maar op dit uur van de dag moet je geen techno beginnen blazen natuurlijk. Dat laat ik over aan mijn collega-dj's. Of dat je nu van die stijl houdt of van een andere stijl. Het is sowieso heel toegankelijk. Ik draai techno, ik heb het wel voor duistere, agressieve muziek. Dus dat klopt wel en we halen eruit, ja. Heel veel voldoening. Ik vind het zalig om de interactie tussen ja, het publiek te zien en mezelf. Als ik draai, de energie dan loskomt altijd bij die muziek, ben ik daar zalig. Ik ging vroeger al naar harde feesten, dus ik hield er zelf ook van. Toen begon ik te draaien met vinyl, ik denk oefenen thuis. Ja, en toen had ik automatisch kocht ik ook de platen, de harde platen. En ja, daar ben ik eigenlijk nooit meer uitgerold. Nee. Heel andere muziek was er gisteravond te horen in Braschaat. Op het kasteeldomein had Braschaat klassiek plaats. Een avond vol klassieke muziek. Er was een dansvloer gemaakt van 2500 vierkante meter. En er was het symfonieorkest Il Novecento met dirigent Robert Crollo. Het orkest speelde zwierige walsen en de vele bezoekers genoten en dansten. Ze walsten een record bij elkaar. We begonnen het journaal in Turkije, waar president Erdogan de greep op het land verstevigt na de mislukte poging tot staatsgreep door het leger. Veel Turken staan achter hem en laten dat massaal zien. En de jacht op de tegenstanders is geopend. Ik wens u nog een mooie zondag en ik zie u graag vanavond terug. Ja.
I'm not saying everybody should support this party, but at least he is our president. And we can fight for our government and fight for our leader in any case. Veel is er niet meer te zien van de staatsgreep, maar de politieke gevolgen die zullen natuurlijk wel heel groot zijn.